Hallo, ik ben Trinity. En ik ben Guido. En dit is de joker die je kan winnen voor het finale... finale spel van Media Masters. En wat moet je daarvoor doen? Een mini-movie maken over de kinderrechten. Yeah! Wow, stop! Oh. Wat is een mini-movie? En hoe zit het met de kinderrechten? Kijk, dit is het kinderrechtenverdrag. Tada! Komt u maar. Ha. Nou, hier is hij dan. Op 20 november 1989 werd het voor het eerst gepresenteerd. En inmiddels is het getekend door 196 landen. Ja, dat zijn er best veel, hè. Dat vind ik zelf ook eigenlijk. Het echte verdrag is veel dikker natuurlijk. Maar in het boekje van UNICEF staan alle 54 artikelen uit het verdrag kort en duidelijk uitgelegd. Ach, wat handig. En zonder dat je het weet, maak jij elke dag gebruik van deze kinderrechten. Echt waar, moet je maar luisteren. Bijvoorbeeld, even kijken hoor. Als je naar school gaat. Yeah. Samen iets doet met je ouders. Of als je water drinkt uit de kraan. Lekker hoor. Speciaal voor jullie de toekomstige week. De toekomstige Media Masters hebben deze kinderrechten uitgekozen. Recht op informatie. Recht op privacy. Recht op onderwijs. Recht op vrije meningsuiting. Recht op spelen. Recht op gelijke behandeling. Deze rechten hebben gemixt met het thema van dit jaar. Feit, fake of filter. En op onze website vind je de opdrachtgenerator die je kan helpen met je mini-movie. Stop! Wat is een mini-movie? Oi, rustig! Een mini-movie is een korte film van maximaal 2,5 minuut. Ha! Kijk, en dit is de opdrachtgenerator. Deze geeft je een opdracht en dan begint het belangrijkste. Namelijk, nadenken over een origineel verhaal. Je kan een mini-movie maken met een telefoon of een andere camera. Maar we hebben speciaal voor jou een mini-movie maker app gemaakt. Voor de tablet, ach wat handig. De mini-movie maker helpt je om een echte film te maken. Met scènes en shots. Waarom zit ik hier in de bosjes met een YouTube-logo in mijn hand? Nou, als je mini-movie klaar is, kan je hem uploaden. Naar YouTube bijvoorbeeld. Op de website vind je dit inschrijfformulier. Deze vul je in en je plakt je YouTube-link erbij. Hé, hey, vergeet je niet te zeggen dat we alle mini-movies bekijken. Oh ja. Hé, hey, ik heb net gehoord dat alle mini-movies worden bekeken. Ja, dat klopt. En de beste, die winnen de filmworkshop. Een filmcoach, zoals Freek, die komt dan op school en maakt een verbeterde video van jullie oude mini-movie. En daarna wordt het pas echt leuk. Want deze verbeterende versie doet mee aan het UNICEF Kinderrechten Filmfestival. En dan komt... jouw film op het witte doek in een van de beroemdste bioscopen van Nederland. En ook nog eens op ons YouTube-kanaal. Waar deze misschien wel een triljoen duizend miljard keer wordt bekeken. Kan niet beter dit. Moeten we trouwens nog zeggen dat ze moeten abonneren op ons YouTube-kanaal? Ach nee, dat snappen ze heus wel. Oh ja, en check nog even de website.